Eindelijk is het zover, de finale dag op de RoboCup 2014 hier in João Pessoa in Brazilië. In deze hal moet het allemaal gaan gebeuren, dus laat ons vooral snel naar binnen gaan. De spanning was te snijden op deze finale dag van de RoboCup 2014 in Brazilië. Het Nederlandse voetbalteam van Tech United had een halve finale en hopelijk een finale op het menu staan. En huishoudrobot Amigo verdedigde een sterke tweede plek in de at-home competitie. Na een vroege 1-0 achterstand in de halve finale tegen Portugal konden de Oranje Robots gelukkig snel herstellen. Ze wonnen hun halve finale met 2-1 en speelden de finale tegen China. In die finale begon Nederland erg sterk. Tech United liep uit tot een snelle 2-0 voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft kon China tegenscoren, maar Tech United maakte er onmiddellijk na de Chinese goal 3-1 van. Door een late tegengoal van China werd het toch nog spannend op het einde. Maar toen weer klonk het eindsignaal en was de verlossing daar. Voor de tweede keer is Nederland wereldkampioen robotvoetbal en dat werd uitbundig gevierd. Ook huishoudrobot Amigo deed het uitstekend en kon zijn tweede plaats behouden dankzij enkele overtuigende demonstraties voor de jury. En zo keert het Nederlandse team Tech United terug naar huis met een gouden en een zilveren medaille hier op de RoboCup 2014. Er wordt alvast even stevig gevierd en over enkele weken beginnen ze met verse motivatie aan de voorbereiding van RoboCup 2015 volgend jaar in China. Ha ha ha!